mij leek het hartstikke leuk om met Tijmen eventjes te praten over wat hij nu doet, hoe het met hem gaat. En jullie hadden ook een aantal vragen op Instagram gesteld. En dan kunnen we daar ook antwoord op geven. Dus, hoi Tijmen. Hi. stel je even voor, wie ben je, wat doe je? Het is goed, ik ben Tijmen, 24. Ik zit op TMO, semester 6. We zijn nu met scriptie bezig. Ik woon in Amsterdam al 2,5 jaar. En ja, wil je nog iets meer weten? Wat ben je precies op school aan het doen met scriptie? Mm-hmm. Kun je er wat meer over vertellen? Ja, we zijn eigenlijk net klaar met de lessen. Op scriptie merk ik dat we nu echt gaan beginnen. Dus dat we de lesperiode een beetje hebben gehad. Mm-hmm. En dat we echt iets voor een bedrijf kunnen betekenen. En alle kennis die we op TMO hebben gedaan, kunnen we nu eigenlijk in de praktijk gaan zetten en ermee gaan oefenen. Ja, ja. En kan je misschien vertellen waarom je voor TMO hebt gekozen? Ja. Ja, ik begon eigenlijk met op het mbo, met het marketing medewerker. Daar merkte ik dat ik marketing echt heel erg interessant vond. Alleen merkte ik dat ik, ging niet echt de verdieping in. Het was allemaal vrij oppervlakkig. Mbo ging me heel goed af, waardoor ik dacht van ja, ik wil een nieuwe uitdaging. Vanaf daar was het een beetje zoeken. Ik heb eigenlijk al in de fashion een beetje gewerkt bij Piet Zomers in Apeldoorn, als verkoopmedewerker. Op mbo loop je eigenlijk twee stages. Een tweede stage heb ik bij Piet Zomers gedaan, op het hoofdkantoor in Wilp, op de marketingafdeling. Daar vond ik het eigenlijk al heel erg interessant en ik vond de fashion steeds interessanter worden. Vooral marketingtechnisch, omdat er gebeurt van alles waar je leuk op in kan spelen. Mm-hmm. En in combinatie met marketing en met fashion, denk ik dat TMO wel een van de leukere is. Ja. Heb ook op Amfi gekeken. Mm-hmm. Daar merkte ik dat ik vond het net te creatief. Dat je achter de naaimachine moet. Zweveriger noemen ze het af en toe. Ja. Ik vind het meer dat down-to-earth interessant. Ja. Wat meer op de feiten. Ja. En toen ik bij TMO binnenkwam lopen, het was allemaal wat zakelijker en voelde ik me wat meer bij thuis. Ja. En wat is dan tot nu toe het belangrijkste wat jij hebt geleerd op TMO, wat je echt meeneemt naar de future, zeg maar. Mm-hmm. Wat ik eigenlijk op TMO heb geleerd is waar je informatie kan vinden en hoe je ermee om kan gaan en hoe je dat voor jezelf kan gebruiken. Het is niet alleen de kennis die je krijgt, maar vooral de tools die je krijgt waardoor je weer waar je verder mee kan gaan. Ja. Ja. En, want er zijn natuurlijk best wel veel mensen die eerst een andere opleiding hebben gedaan en dan TMO doen. Ja. Het is natuurlijk best wel een keuze als je TMO gaat doen. Mm-hmm. Wat was voor jou de doorslaggevende factor? Wat was jouw belangrijkste reden dat je TMO hebt gedaan? Dat je in één zin moet zeggen? Qua business zijn ze gewoon echt heel erg sterk. Ja. Want dat was ook een vraag die op Instagram werd gesteld. Kan je ook niet in de fashionbranche gaan werken als je TMO hebt gedaan? En ik denk dat Tijmen daar eigenlijk het perfecte voorbeeld voor is. Dus dat is wel heel erg leuk dat ik dan nu met jou zit. Wat kan je daar wat meer over vertellen wat je nu doet? En eigenlijk wat je op TMO hebt geleerd, hoe je dat gebruikt voor wat je nu aan het doen bent. Ja, ik heb nu mijn eigen bedrijf. Sinds een paar maanden heb ik me echt officieel ingeschreven omdat ik merkte dat het ging lopen. En dat ik mijn eerste klanten van buiten mijn vriendenkring om kreeg. En wat ik eigenlijk doe, ik geef marketingadvies. Ik noem mezelf marketing mentor. Mijn bedrijf heet Spirit Marketing. Mm-hmm. Wat ik daarbij doe is dat ik heel erg naar de ondernemer kijk van waar hebben ze behoefte aan op het gebied van echt offline marketing. Wat ik veel zie is dat bedrijven denken ik moet iets met social media bijvoorbeeld doen. Maar dat eigenlijk als doel gebruiken, niet als middel. Dus ik wil graag samen met die ondernemers terug naar de basis. En dan eigenlijk advies geven over een basismarketing. En ik denk dat iets is wat we op TMO echt goed geleerd hebben, wat er goed in zit. Ja. En dat kan ik nu erg goed gebruiken in mijn bedrijf. Ja, ja, want we hebben ook veel lessen van docenten uit de branche. Ja. Dus doordat wij al die verhalen hebben gehoord, die lessen zijn niet alleen puur echt theorie uit boeken, maar het zijn ook ervaringen van docenten uit het bedrijfsleven. En dat maakt TMO denk ik ook zo speciaal. En dat is ook de reden waarom jij nu eigenlijk zo snel eigenlijk wat kan starten. Natuurlijk kan je dit ook met de normale hbo-opleiding doen, maar toch omdat wij die speciale kennis hebben die andere hbo-opleidingen niet te bieden hebben, denk ik dat je wel echt snel ook op zo'n jonge leeftijd nog wat kan beginnen.
Ja. Want ja, jij studeert natuurlijk nog aan TMO en hebt daarnaast je eigen bedrijf. Dat is best wel bijzonder dat je dat zo kan combineren. Ja, ja. En daarnaast werken wij ook veel met personal development op TMO. En kan je mij vertellen wat je daar precies hebt geleerd en hoe je daar als persoon anders door bent geworden? Oké, okay, ja. Als ik terugdenk aan semester 1 personal development, dan dacht ik, ja, dat zou toch eigenlijk wel een beetje overbodig zijn, want ja, je moet jezelf al een beetje kennen. Mm-hmm. Maar naarmate de semesters vorderen, kwam ik er steeds om achter wat zelfreflectie eigenlijk heel erg belangrijk is. Vooral voor persoonlijke groei. Mm-hmm. Als je weet wat je kan, wat je leuk vindt, kan je vanuit daaruit doorbouwen. En dat je ook er tegen mensen kan vertellen wat je doet en waarom je iets doet. Niet alleen ik vind dit leuk, maar waarom vind je dat leuk? Yeah. Ik vond het een hele mooie basis eigenlijk om te gebruiken. En nog steeds binnen mijn bedrijf gebruik ik het ook vaak bij klanten. Want ik vind het heel fijn om feedback te vragen achteraf. Ja. Soms zijn ze iets verrast, maar dan kan je zulke waardevolle informatie uitkrijgen. Ja. Want wij hebben het ook naar elkaar gedaan. We hebben bij elkaar in de klas gezeten. En wat je dus ook doet is echt feedback aan elkaar geven over de dingen waar je bezig bent. Over de projecten die je aan het doen bent. Ja. Dus je weet eigenlijk altijd wel wat een ander van jou denkt en hoe je dan jezelf daarin kan verbeteren. En voordat je een project start, start je ook altijd met competenties. Wat wil je gaan leren in dit project? Je hebt echt, ieder project heb je een doel. Ja. En dat is wel echt ontzettend leuk. De MMI-test die we hebben gebruikt, ja. Vond ik ook erg interessant. Ja. Dat is een test die met heel veel vragen en dat werkt met kleuren. En iedere kleur staat voor een andere persoonlijkheid. Ja, andere competentie ook. Ja. Welke kleur ben jij misschien zo leuk om het over te hebben? Geel is mijn eerste. Ja, er komt ook het logo terug van mijn bedrijf. Geel is het creatieve eigenlijk. Ja, heb ik ook. Ja, leuk. Wat was de tweede kleur? Oranje. Ja. Die van mij ook. En daarna rood. Nou, echt? Ja, heb je dezelfde? Wat was mijn derde? Oh, dat weet ik niet meer. Groen, denk ik. Groen? Ja. Oh, ik weet het niet meer. Het sociale zit wel in. Ja, dat heb ik wel. Maar ik weet niet of dat mijn kleur is. Ah, oké. Dat is heel lang geleden. En wat is volgens jou het verschil tussen TMO, het grootste verschil tussen TMO en een normale HBO-opleiding? Ten eerste, het is versneld. Ik vergelijk eigenlijk onze opleiding altijd met commerciële economie. Maar daarnaast krijg je extra vakken in de modebranche. Mm-hmm. En alle voorbeelden ook in de marketing worden weer teruggekoppeld naar de fashionbranche. Ik denk dat dat een groot verschil is. Dus mm-hmm. Dat het wel echt een niveau ligt hoger. Ja. En ik denk dat TMO ook wel met vakken zoals PD de ruimte geeft om jezelf te leren kennen. En echt op het zelfontplooien gedeelte zit. Wat ik zelf wel erg belangrijk vind. Ja. Ja. Want dat is iets wat je niet op internet kan opzoeken. Het is zoiets bazaals wat ik denk als manager zijn, dat misschien wel een van de belangrijke vakken is. In combinatie met communicatievakken. Ik denk dat het grote verschil is. Ja. Dat ze daar meer aandacht aan besteden. Ja, want je staat zeg maar echt sterker in je schoenen daardoor. Ja. Dat je echt weet van jezelf waar je van jezelf aan toe bent en hoe je op dingen reageert, waarom je zo doet. Mm-hmm. Ja, en het is natuurlijk ook wel een stukje persoonlijke aandacht. Andere HBO-opleidingen, dan heb je heel veel studenten en wij werken met super kleine klassen. Klopt. Weet je nog hoeveel mensen in de klas zaten? In de klas 24? Ja, ik dacht ook max, volgens mij was echt max. Meestal rond de 20, denk ik. Ja, dus dat is gewoon best wel klein. Ja. Je werkt met kleine klassen, dus dan krijg je ook gewoon echt aandacht. En ook van je mentrix? Tutor. Oh ja, dat heet de tutor dan. Yes. Maar zij helpt je ook echt met de ontwikkeling tijdens de opleiding. En ze leert je ook echt kennen. Dat vond ik ook wel leuk, omdat ze dan echt mee kan kijken. Ja. Ik heb nu nog steeds goed contact met mijn tutor. Echt? Ja. Want dat is gewoon mevrouw Chang, toch? Hallo, mevrouw Chang. Voor stage bijvoorbeeld ben ik nu een beetje aan het zoeken. Ik weet ongeveer wat voor soort bedrijf ik wil, maar niet hoe ik het kan vinden. Dus ze heeft dan bijvoorbeeld met mij een cv meegekeken. In haar netwerk gedacht van wat zou de bedrijf zijn die goed bij Tijen passen. Ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn om eigenlijk een extra opstapje. Ja. Dus daar is altijd heel wel fijn. Ruimte voor. Dus vind ik wel. Ja, maar dat soort dingen. Gewoon van die kleine dingen, dat maakt het echt het verschil. Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Zeker. Oké, en als we nou even 3 jaar terug in de tijd gaan, had je dan nog steeds gekozen voor TMO of had je dan een andere opleiding gekozen? Ook voor hetgeen wat je nu aan het doen bent natuurlijk.
Ik had zeker TMO gekozen. Ik vind het heel fijn om eigenlijk toegespitst te zijn en te specialiseren in één branche. Vanuit die branche heb ik veel kennis. En kan ik ook benchmarken, zodat je naar andere branches kijkt van hoe doen zij het. Ik vind het heel waardevol dan om als je klaar bent, dat je en veel marketingkennis hebt. En ja, gewoon heel veel van de fashionbranche af weet. Ik denk dat je dan wel echt een stapje voor hebt op anderen. Ja, zeker. Ja. En die informatie die je dan hebt gehaald uit de les van TMO. Mm-hmm. Welke informatie vind jij het belangrijkst wat verteld is op TMO die jij nu echt gebruikt voor je eigen bedrijfje? Oké. Als ik kijk naar de M&O vakken, mm-hmm. Die heb ik van Bruins gekregen. Hij is echt een visionair, dus hij kijkt van hoe kunnen dingen efficiënter. Ik denk dat ik heel veel van hem heb geleerd en meeneem binnen mijn bedrijf. Dat ik steeds blijf kijken van, hey, zijn de dingen die ik doe efficiënt en hoe zou het efficiënter kunnen? Dat vind ik heel erg waardevol. Ja, want soms zat ik wel eens in die les en dan was ik aan het luisteren en dan... Je hebt natuurlijk zoveel uren in de week. TMO werkt natuurlijk met... Het is natuurlijk een opleiding die... Je zit gewoon heel veel op school. Ja. 5 dagen in de week vaak en je hebt gewoon echt heel veel uren les. En dan zit je daar en dan luister je naar je docent. En eigenlijk realiseerde ik me eigenlijk iets later pas dat wat hij zei echt heel erg waardevol is. Okay, dus ook voor de studenten die nu op school zitten, luister alsjeblieft goed naar de docent. Want het is zo belangrijk wat zij zeggen en de woorden die zij zeggen, die hou je echt niet zomaar uit een andere persoon. Dat is echt gewoon... Ja. Best wel waardevol. Dus ze hebben natuurlijk echt zoveel ervaring in de branche. En dat is gewoon super bijzonder dat je naar zo iemand kan luisteren. Ja. En als jij nadat jij een opleiding hebt gedaan, of voordat jij een opleiding hebt gedaan, naar zo iemand wil luisteren, dan kan zo iemand wel €250 in het uur kosten. Dat kan. Het zijn gewoon mensen met ontzettend veel kennis. En het is gewoon hartstikke bijzonder dat je naar zo iemand kan luisteren. Wat ik ook leuk vind is dat, wat ik graag met dit soort vakken doe van deze leraren, is dat ik zijn kennis meeneem, maar wel steeds mezelf de vraag stel, wat vind ik ervan? Ja. Dus omdat je op TMO soms docenten hoort die A zeggen, terwijl een andere B zegt, dan vind ik leuk om te kijken van maar hoe kijk ik er tegenaan? Ja. En ik denk dat het meest heeft opgebracht uiteindelijk. Mm-hmm. Dus je na al die lessen, na zoveel... verschillende stromingen heb gehoord, dat je daar eigenlijk je eigen conclusies uit kan trekken. Ja, want docenten zijn ook altijd wel bereid om met jou de discussie aan te gaan. Zeker, denk dat vind met ik jou ook leuk. En Tom, ja. Dat was altijd nee maar dit, nee maar dat. En het is altijd leuk om daar dan gewoon over te praten. Zeker, soms werden er ook gewoon, in de les werd daar gewoon ruimte voor gemaakt om gewoon te praten over dat soort onderwerpen. Dat is gewoon ontzettend leuk en daar leer je gewoon heel erg veel van. Ja, en heel erg actueel als weer iets in het nieuws kwam dat meegenomen wordt in de lessen. Ja, en wat op TMO ook heel veel gebeurt, er zijn dus lesweken en daarna zijn er projecten. Ja. Dus wat je leert in de lesweken, pas je eigenlijk toe in het project. Ja. En daar leer je ook weer heel erg veel van. En dan word je eigenlijk echt vrijgelaten, dan krijg je een opdracht. En die opdracht moet je dan uitvoeren en dan krijg je helemaal geen informatie meer. Dus dan moet je alles zelf doen. Dus dan is het ook weer leuk als je dus een discussie hebt gehad met een docent, of je hebt gewoon echt goed opgelet, dan kan je die informatie kan je gebruiken in het project. Ja, zeker. En daar leer je ook weer echt veel van. Want die informatie, je kan het wel horen en je kan het wel opslaan. Maar als je het echt ook uit gaat voeren en er zelf mee wat gaat doen, dan leer je er ook echt meer van en dan onthoud je het ook beter. Ik denk uiteindelijk van de projectweek dat ik het meest heb geleerd, omdat de kennis die je in de les krijgt meteen kan toepassen. Ja. Dus daardoor verwatert het niet zo snel. Ja. Ja, vond ik een fijne manier van leren. En als je dan bijvoorbeeld ergens solliciteert en er wordt gevraagd, heb jij werkervaring? Mm-hmm. Nou, eigenlijk heb jij gewoon al werkervaring als jij TMO hebt gedaan, ook al heb je geen baan gehad. Ja. Want jij hebt met verschillende soorten mensen in een project gewerkt. Soms wel met 10 mensen. Soms met 10 mensen, is gewoon... En daar heb ik al eerder een keer een video over gemaakt. Als jullie willen dat ik er een keer een andere video over maak, met een gesprek zoals dit bijvoorbeeld, kan ik dat ook doen, want ik heb een keer het event gefilmd, ik heb een beetje gefilmd wat we aan het doen waren, maar dat is ondertussen al wel eventjes geleden. Ja. Maar het is ook heel leuk om terug te blikken. Nu zijn wij eigenlijk bijna soort van TMO af. Ja, geen lessen meer. Dan nog een stage doen. Ja. En het is, je kijkt er wel weer op een andere manier op terug dan dat je er op dat moment in stond. Ja, zeker. Van,
oh, wat heb ik toen eigenlijk geleerd, wat ben ik aan het doen? Want als je dat aan het doen bent, nou, dan ben je gewoon ontzettend druk. Dan, ja, je bent gewoon dagen, gewoon van 9 tot 6 ben je aan het werk, aan het project. En je zit er vol in en je bent gewoon aan het knallen. Ja. En achteraf denk je dan van, oh ja, dit heb ik geleerd, dit heb ik gedaan. Eigenlijk best cool wat je daar dan met z'n allen zo neerzet. Ja, daar hou ik heel veel energie uit. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ja, dus ook voor alle thema's die nu aan het solliciteren zijn. Gebruik gewoon die informatie die ik nu vertel over de werkervaring in projecten. Want zet je functie op LinkedIn die je hebt gehad. Vertel over wat je hebt gedaan. Want het is eigenlijk gewoon hartstikke bijzonder dat je zoiets hebt neergezet. Ja. En ook BP5 bijvoorbeeld, of alle projecten in semester 1 en 2. Alles is gewoon hartstikke waardevol wat je hebt gedaan. Inkoopproject semester 4, dat je naar het buitenland gaat om fabrieken te zoeken. Die vond ik erg waardevol. Ja, ja. Ja. En ik heb er dan eigenlijk voor gekozen om met heel veel verschillende mensen samen te werken. En heel veel verschillende functies te doen. Dat ik aan alles een beetje heb gekeken van wat vind ik hiervan. Een tip voor mensen die nu al TMO studeren. Doe gewoon lekker, ga gewoon ook andere functies doen. Ja, onderzoekend blijven. Ja, ja. En je kan natuurlijk ook doen waar je zin in hebt. En gewoon alleen maar doen wat je leuk vindt. Maar je leert er wel weer gewoon ontzettend veel van. Ja, en daarin heb je dus ook eigenlijk vrijheid om te bepalen. Ik denk dat ik vanaf dag 1 toen ik binnenkwam wist, oké, ik wil de marketing in. Ja. Dus ik heb de projecten gevormd en de lessen eigenlijk, ja, alle informatie over marketing eruit gehaald. Ja. Omdat ik al wist, oké, daar wil ik me op gaan richten. Mm-hmm. Ja, ja. Dus je kan ook je eigen vorm eraan geven. Ja, en dat is ook weer slim. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier, eigen tactiek om die opleiding te volgen. Je kan er ook heel erg uithalen wat erin zit en dat is ook echt een ding. Want TMO is natuurlijk een studie met theorie. Zij geven wat zij jou kunnen geven, maar het is ook, wat maak je er zelf van? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. En dat verschilt heel erg per persoon. Ja. Maar dat is ook heel erg een belangrijk puntje. Maar ik denk dat we eigenlijk wel alles besproken hebben. Als jullie verder nog vragen hebben, dan kunnen jullie dat altijd stellen. Dan neem ik even contact met Tijn en dat komt via Instagram. Kunnen jullie altijd die vragen stellen. Dat is goed. Als je dat goed vindt. Tuurlijk, ja. Leuk, geen probleem. Kom nou, maar. Hartstikke bedankt. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende video. Bye! Doei!